It's all I wanna do. Hallo met Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag heb ik voor jullie een extra video vandaag. En jullie zien het wel, dit spel heet Smash Groot. Als jullie het spel Crossy Road kennen, dan weet je wat dit ook ongeveer is als je het spel hebt gedownload. Namelijk, dit is namelijk gezegd hetzelfde soort als Crossy Road. Alleen hier moet je dus ontsnappen voor de politie in plaats en weg oversteken. Dus laten we gaan beginnen. Ik speel met een 3x3 truc. Want ze hebben geen 4x4 truc. Ik heb deze al gepakt een keer. Want ik heb dit natuurlijk al een paar keer gespeeld. En we gaan proberen gewoon ons record te halen. Ik kan hier gewoon naar achter. Maar we gaan natuurlijk kijken of we een goede score kunnen gaan halen. Ik ben nu al de lul. Oké. En dan kun je gelijk zien wat mijn highscore is. Nou, jullie zagen net even een reclame. Die heb ik er even tussenuit geknipt. Mijn highscore is op dit moment 633 seconden. Want het gaat op secondes. Als je dat nog niet wist. Dus, let's go. Kijken of we nu een beetje die politie af kunnen schudden. Oh. Uitkijken voor die auto's. Nee. Oh. Wat heb ik hier geluk zeg. Thank you. Ik heb daar echt geluk dat ik daar goed neerkwam. Want als je tegen zo'n benzineauto aankomt. Of tankwagen, zo heet het. Dan zag je dat, word ik een beetje opgeblazen. Dan kan je nog wel eens verkeerd uitkomen natuurlijk. Maar we gaan natuurlijk proberen ons highscore te halen. Misschien ook wel een leuk serietje. Road to 1000 smash your road points. Dan is het wel 1000 seconden. Dat is meer. Of het zijn punten. Ja, het zijn eigenlijk secondes. Kijk maar. Maar ik kan het ook punten noemen. Dus als jullie dat leuk vinden, laat even je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Helemaal maar enorm. We hebben al 3 sterren. En het meeste wat je kan krijgen is geloof ik 8 of zo, zoiets. Ik weet niet, ik heb het nog niet zo erg gehad namelijk. Maar als het gaat lukken dan is het wel mooi. Een rood blok, maar die hebben we mooi ontweken. 4 sterren al. Dat gaat lekker. En ik speel het ook op mijn BenQ. Want ik heb gewoon mijn telefoon met een kabeltje doorgelinkt naar mijn BenQ. Dus dat is een stuk relaxer spelen. En die politie die gaat wel even lekker op ons af. Nu ben ik de lul. Ja, ik ben de lul. Jammer man, we hadden 5 sterren al. En hoeveel seconden hadden we? We hadden al 360 seconden. We gaan weer verder natuurlijk. Let's go. Oké, we rijden gelukkig. We spannen in het desert. Daar ben ik niet zo blij mee. Oh. Ik raak een steen aan. Maar deze truc, zoals jullie zien, die kan best wel lekker op dit soort wegrijden, laat ik te zeggen. Ja, niet als je stilstaat natuurlijk. Maar die politieauto's zijn iets langzamer dan jij zelf. Dus daar heb je wel een mooie voorsprong. Kan je daarmee pakken natuurlijk. Hier naar rechts. Ik wil zo snel mogelijk naar die graswereld komen. Die vind ik veel chiller om te rijden dan op deze kutweg. Ik weet niet waarom dat is. Omdat je hier van die kutpyramides hebt. Daar heb je wel huizen en zo. Maar het probleem bij de pyramides is, daar zie je ook een stuk achter niet. Bij die huizen wel. Dus we gaan gewoon een beetje off-road. Daar is deze truck voor gemaakt natuurlijk. Hier ook. We gaan proberen naar het andere deel van het land te komen. Kijk, hier hebben we dus groen land. Dat wil ik zien. Zien we op het vliegveld. Je moet uitkijken, want je kan niet onder vliegtuigen doorrijden. Beetje raar, maar ja. Vliegveld is ook heel erg klein. Oké, we zijn nu weer op de normale weg bij het groene veld. Vind ik wel wat... Nee! Vind ik wel wat relaxer. Oh, wat een geluk heb ik hier. Zo, hier heb ik echt geluk. En hier niet. Ofwel, nee, hier niet. Want ik word ingesloten. Kut! Allemaal 4 sterren. We hadden wel, ik denk, iets langer dan 360 seconden. Of minder. Voor mij... Weer zo'n kut reclame. We hadden net geen 316. Het scheelde 140 seconden in ieder geval. Maar we gaan nog één keer proberen. We gaan gewoon net zo lang door totdat we lekker een tijdje neer hebben gezet. Let's go hier online. Want je kan ook, als je op zijn kop legt, ben je ook de lul. En iedereen letterlijk... Kijk, nu ben ik fucked. Nu kan ik niks meer. Nu ben ik fucked. Politie, pak me maar. Ja, hier, bastard. Oké. Hoe raar je het ook? Ik kreeg weer eens een reclame. Leuk man in deze spelletjes. Ik vind het echt zo fucking hinderlijk. Daarom is het ook gewoon heel moeilijk om op te nemen. Omdat je zoveel van die kut advertenties krijgt. Maar ik probeer ze natuurlijk zo veel mogelijk uit te knippen. Ik ga geen shine geven aan die advertentie, jongen. Kijk, we zijn weer bijvoorbeeld in die desert wereld. Oh, je mag niet het water in. Dan ben je de lul. Oké, ik wil zo snel mogelijk weg hier komen. Dus we gaan... Wat? Hè? Wat gebeurt er daar nou? Ik ging op zijn kop door een stoepie. Oké. Het kan allemaal in Smash Groot. Het gaat wel lekker, maar niet eens. Maar
We hebben 46 coins, laat maar zeggen. En bij 100 coins kan je een keer packen. Maar je kan ook filmpjes kijken. En dat ga ik niet doen in deze opname. Omdat je dan simpelweg die advertentie. Ik kan het wel doen. Maar dan moet ik zeg maar zeggen een pack opening van auto's doen. Misschien is dat wel grappig. Dan ga ik hier gewoon heel veel coins sparen voor jullie. Dan ga ik zo'n pack ding doen. Oké, jongens, ik ga een deal met jullie maken. Bij de 50 likes op deze video ga ik zo'n een car pack doen, laat maar zeggen, in dit spel. Dan ga ik even wat muntjes sparen voor jullie. Dan ga ik alleen maar van die dingetjes oppakken die ook op de weg zitten liggen. Van dat geld en nu ben ik de lul. Ja, ik rijd water in. Lekker chesto. Woe! En weer een reclametje eruit geknipt. Waarom ook niet, jongens. Oké. Okay. Ik doe nog 2 pogingen, tenzij deze poging heel goed gaat. En dan sluit ik de video af. Dan is de deal 50 likes, is een car opening. Dan ga ik gewoon zorgen dat ik heel veel geld heb. Van mijn moeder. Valt toe. Oké, kom op jongens. Hup, naar rechts hier. Nou, nog een keer naar rechts. Oké, ik moet dus niet in dat midden rijden, want dan word je ook gelanceerd, zagen we net. Naar rechts. Ik ga nu nog niet voor het geld, maar dat ga ik dan na de opname doen. Want dat is nu een beetje saai. Nu gaat het gewoon om dat ik zo ver mogelijk kom. Naar rechts. Om naar links was dat trouwens. Nu naar rechts. Ik wil uit deze wereld komen. Oh, oh, wat een geluk. Wat een geluk. Zag ik die even die 360, die 360 daar zo? Oh, tegen het verkeer in. Ik moet die omdraaien. Oh, de Dodge, de Dodge. Er zit ook een helikopter achter me aan, maar die zit al de hele tijd achter me aan. Oké, hier heb ik een geld opgepakt. Nog geld. Kijk, als ik hier naar rechts kan, dan ga ik hier, ik ga gewoon hier naar rechts. Kijk even die steen. Nee! Nee! Ik ben... Dit bedoel ik dus met deze wereld. Dit is zo kut als je daar achter zit, want je ziet gewoon niet wat je moet doen. Kijk, dit is de laatste keer dat we dit gaan proberen. We spannen nu wel een goede map. Althans, de map die ik fijn vind. De graswereld. Voor mij heb je ook maar 2 soorten van deze map. Want ik heb nog niet in een ander soort deel gereden. Ik weet ook niet of je een steen iets hebt. Thanks voor de beuk. Maar laat even in de comments achter. Sowieso 50 likes wordt zo'n car opening. En het spel hangt vast. Ik ben zo terug. Oké, ik ben weer terug. Het spel liep dus eventjes vast. Ik heb het opnieuw opgestart. En dan gaan we het nog 1 keer proberen. En dan gaan we deze video afsluiten. Wat ik dus wil zeggen. Als jullie nou willen zien dat ik probeer die 1000 punten te halen. Dan ga ik dat natuurlijk doen. En oké, we gaan het nog 1 keer proberen. Want dit slaat natuurlijk nergens op. Als jullie die 1000 punten willen zien. Laat het even in de comments weten. En die 50 likes. Dat is dus die car opening. Oké, dit is de laatste keer dat we het gaan proberen. En dan vind ik het wel welletjes. Oké, nu moeten we even een goede score inzetten. Als het nu niet lukt. Dan hebben we gewoon pack, dat gaan we de volgende keer doen. Maar dan gaan we eerst die pack openen, als dat lukt. Kom op, rijden. Kom op, kut politie. Oh, naar rechts hier, anders word ik eraf gebeukt. Kijk, dit soort dingetjes. Die kunnen je dus helpen te ontsnappen. Hup, kijk, je dodge even een paar politieauto's. Tussen de gebouwen door. Wel uitkijken voor die stenen. Hup, hier zo, dodge. Politie heeft een kapotte band. En jouw banden kunnen ook gaan roken op een gegeven moment. Want op een gegeven moment, dus de politie, laat maar zeggen. Nou, nu ben ik de lul. De politie, die komt dus op een gegeven moment met tanks aan. Die tanks willen jou dus vermoorden. Ik heb de ad weer even uitgeknipt. Dus, jongens, mocht je nooit even deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. En hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus bang te kijken. En tot de volgende keer. Later.